Daar ga ik ook nog even over. En vanaf morgen ben je te zien in de Halloween-editie van De Verraders. Mm-hmm. Kende je dat programma eigenlijk voordat je meedeed? Ik ben echt diehard fan. Dus ik had wel echt bedacht, als ze me hier ooit voor vragen, dan zeg ik meteen ja. Ik zeg echt andere dingen ervoor af. Wat vind je er zo leuk aan dan? Ja, ik hou gewoon van, denk ik, het listbedrog en manipulatie. En ik ben echt dol op spelletjes. Ja. Ik moet wel het spel leuk vinden, dan word ik ook heel fanatiek. Ik word helemaal hyper ervan, merk je het? Ja. Maar nee, ik vond het echt een van de leukste dingen. Het is wel een beetje konkel, hè? We hebben wat spannend. Ja. Oh. Die verraders, ik pak ze echt allemaal. Iedereen heeft gewoon zweet tussen zijn billen, man. Hunting season is open. Slaap altijd met één oog open, want de verraders, die slapen nooit. Jawel, list en bedrog. En wat was jouw tactiek? Nou, ik denk, ik ben heel dicht bij mezelf wel gebleven. 'S nachts, als ik niet vermoord word, in ieder geval, of bannen, dan heb ik ook echt geslapen. Ja? Maar ik ging dus wel echt mensen bestuderen, heel goed luisteren. Ik zat op een gegeven moment gewoon heel rustig aan de koffie of aan de thee. En dan deed ik gewoon denk ik een beetje knikken en dan ja, wel meedoen. Maar heel goed luisteren en ook kijken wie met wie ging praten. Dus ik was een soort robotkop dat ik dacht van wie met die. En dan ging ik dat in mijn boekje opschrijven. Ja, was jij zo één die alles noteerde? Ja, dat wel. En hielp het? Nou, we zullen het zien. Nee, dat is een clip. We zullen het zien. Ja, maar ik mag eigenlijk niks vertellen. Nee, maar het is natuurlijk wel, want dat staat ook wel een beetje onbekend, een beetje liegen, manipuleren. Ja. Zijn dat dingen die je goed kan? Nou, ik vind in dit soort dingen, dat denk ik wel, dat ik dat wel. Daarom had ik ook wel meegenomen, omdat ik dat, ik vind het leuk om dat soort dingen te doen. Ik hou er wel een beetje van mensen om de tuin te leiden. Ja, maar zijn er mensen in jouw omgeving, jouw familie of Mark, jouw man, die dat meteen doorhebben, die meteen zien dat je daar aan het liegen bent? Nou, ik zeg maar gewoon ja. Dat is niet verstandig. Dat is wat anders. Ja. Nee, maar ik denk mensen die mij natuurlijk heel goed gewoon kennen en die dichtbij staan, die zien dat meteen. Ja. Welke eigenschappen van jou komen nog meer naar boven in dit programma? Oeh, eigenschappen. Dat weet ik eigenlijk niet, ik denk. Ik ben, ja. Maar jij kent jezelf best wel goed, hè? En er zijn natuurlijk ook best wel veel kandidaten die dan, als ze eruit worden gegooid, misschien of gaan huilen of denken van ja, ik ben mezelf tegengekomen. Nee, maar ik ben niet het programma ingegaan om mezelf te leren kennen. Ik denk dat ik mezelf wel aardig goed ken. En anders heb ik wel mensen in mijn buurt die anders wel zeggen van hé, we gaan dit of dat niet doen. We blijven even met beide benen op de grond staan. Daar vind ik het ook het programma niet voor. Hoewel er wel inderdaad wel mensen zijn die zichzelf heel erg tegenkomen. Maar ik denk dat ik weet denk ik ook wel wat mijn kracht is, maar ook wel mijn zwakke punten. Wat is je zwakke punt? Ik ben wel gevoelig, moet ik heel eerlijk zeggen, voor als iemand verdriet heeft. Of als iemand het... Ja. Sensitief. Ja. Dan... Empathisch. Ja, ik ben heel... Nee, ja. Echt waar. Dus dat is wel lastig. Dat is natuurlijk wel lastig. Als iemand bij wijze van spreken, dan weet je niet of iemand het meent. En dan moet je echt met je verstand gaan denken van, ja, wat zit zij nou te huilen? Ja. Is dat wat jij ook doet? Ja, meegedaan. Nee, maar dat is ik heb meegedaan, maar het was het eerste spelletje waar ik aan meedeed en ik echt blij was dat ik verloren had. Ja? Dat ik naar huis kon. Ik weet nog, die dag dat ze bij me kwamen, was ik al compleet ingepakt en al. Ik had het helemaal gehad. Vond je het echt heftig? Nee, ik vond het niet heftig. Ik vond het gewoon niet leuk meer op een gegeven moment. Het is omdat je merkt dat je gaat mensen wantrouwen op een gegeven moment. Ja. Je gaat je met heel andere dingen bezig. We waren met een groep van 18 bekende Nederlanders waarmee we eraan begonnen. Dat is sowieso al niet leuk om met 18 bekende Nederlanders. We hadden er 13. We hadden er 13. Nee, dat vond ik een dingetje met wie je daarin zat. Dat vond ik echt. Ja. Daar maakte ik me echt zorgen om. Oh, wie zit er allemaal in? Frits Wester zag ik. Oh, Frits Wester, Soendoes, Leen van Rooijen, Bastiaan Ragas, Ayoub. Iron Milene. Ja. We zien ze hier, inderdaad. Oh, ja. Nou, ach, leuk groepje bij elkaar. Laat je me allemaal opnoemen. Ja. Zou jij hier aan meedoen, Natasja? Nee. Nee, niks voor jou? Nee. En anderen aan tafel? Mona, nee, Simone ook niet. Nee. Weet je, ook Wie is de Mol? Ik heb er nooit naar gekeken. Nu, sinds een jaar is het rustig, maar ik heb te lang in een omgeving gezeten waarin je constant op moet letten. Dus ik wilde dat op tv zien. Nee, maar ik hou er niet van. Dit is nog erger dan mensen, precies, list, bedrog, manipulatie. Ik ben er ook ongeschikt voor. Aan mij kan je zien. Het is echt iets voor Jan, hè, dit? Ja, ik ben zelfs gevraagd. Ja? Ja, maar nee.
Nee. Nee, dat had echt leuk geweest, heel leuk om te kijken. Ik was eigenlijk ook helemaal niet van plan, maar de regisseur die toen deed, die ken ik. En ik had een redactrice die me vroeg en ik denk, nou, ik wil het een keer proberen. Want ik ben helemaal niet van dit soort spelletjes ook. En nou, blijkbaar had ik die zelfkennis wel, want ik vond het echt niet leuk gewoon dus toen ik helemaal bezig nooit was. Mee. Nee. De erotiekbeurs, daar wil ik naartoe. Want ja, 11, 12, 13...